Nou, Bastiaan, laten we het draaiboek gaan doornemen. Maar zie jij het draaiboek? Ah, hier, daar komt hij aan. Mooi. Ja, 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 dankjewel. Heb je een paar lekkere recepten? Ja, dit is filmpje 1 voor vandaag. Nou, mooi. Kip. Gegrilde pittige kip. Nou, laten we daar zo mee beginnen. Ja, heb je de kip wel geregeld? Die ligt achter ons al klaar. Ik ga even naar de kip. Ja, eigenlijk gewoon klaar. Het barbecue staat aan, dus we kunnen zo beginnen. En kunnen jullie ondertussen kijken naar een paar mooie bloopers? Ja. De camera loopt in ieder geval, dus het eerste filmpje, dit is het. Het gaat over het aansteken van de barbecues. Okay. Dat is het filmpje over het aansteken. Edwin, ga je gang. Hoe ging ik ook weer beginnen? Ja, oh, ja. Met een mooie zin. Ja. Dit is het shot. Even kijken hoor. Abonneert u. Oké, van lachen. Ja. Ja. Harry, ik hoop dat het duidelijk is. Rundvlees hebben we. Wacht even. Laat hem eerst zijn handschoen aan. Nice. Hij is binnen. Maar had hem naar Edwin met een T gestuurd. Ja. Dit monteren we. Tussen. Dit is eigenlijk de Shaslik. Ja, voor de volgende aflevering al. Ja, voor aflevering 5. Zometeen gaan we verder met de Shaslik. We gaan zo nog even de Shaslik afmaken. Dit is aflevering 5 alvast. Het begin van aflevering 5. Even kledingtje. Ik zie jou ook elke keer zo rondlopen hier bij Fire & Food, maar wie ben jij eigenlijk? Ja, ik ben de productieassistent. Echt waar? Ja, waar Edwin het over heeft. En wat zijn jouw taken dan bij Fire & Food? Ik maak het een beetje schoon hier, want ja. Die mannen maken er een enorme zooi van. Kijk maar, hier is het bewijs. Hier is het bewijs. Heel schoon. Ja. Actie. Nou, Bastiaan. Ik hoor niks. Hoor je niks? Voor mij niet? Vast dat één streepje wat nog uren mee kon, ja, of niet? Inderdaad. Nou, wacht even. Mijn favoriete slager in die dam geweest, slagerij Staring. Nee, mijn. Oh, ik kan die zo maar even helemaal opnieuw. Ja. Zoiets? Matthijs, zo? Ja, wel iets verder weg. Ja, hij wil dat ik douwe, dat wil hij erop hebben. Helemaal of alleen? Nee, bijgaan? Gewoon voor het vlees. Nou, snap ik niet wat je nee, wil. Nee, van. Ja, kijk, zo doen we dat, hè. Als er geen plek is, ja. Helemaal goed. Dank je. Ja, hij stond in de weg. Ik vind helemaal niks hè, voor de camera. Echt niet? Nee. Zou nooit een keer voor de camera willen? Ik weet het niet, dan moet ik echt heel goed oefenen. Doe eens, zeg eens wat. Nee, ja, welkom in Fire & Food. Welkom in Fire & Food. Ja, nee, dat kun je met Edwin overlaten. Nee. Ja, je kunt er andere dingen goed voor de camera. We houden ons warm door de alcohol. Even koud. En Jim Beam. Nou. Nou, nee, het is een beetje aso, maar... Oh, sorry, met koffie. 4, 3, 2... Dat doet hij de man nooit. Ja, daar gaat het niks van. Hallo, leuk dat je... Je begint op te praten en dan is actie. Je hebt nog eens op die knop gedrukt. Jongen, het begint toch gewoon te draaien, man. Actie. Ja? Zijn, doen we het al? Ja, ja, we zijn begonnen. Hallo, leuk dat je weer kijkt naar Fire & Food TV. Actie. Oh. Nog een keertje over, het ging mis. Pannenkoek! It's me you're looking for. Ga je mijn dingetje goed doen? Ja. Ik heb liever dat iemand anders mijn dingetje even goed doet. Maar ja, wie dan? Dat ga ik niet zeggen. Maar dan ben jij het ook. Ja, ik weet al wie. Nee, dat weet je helemaal niet, jongen. Pannenkoek! Ik heb wat dingen voorbereid. Dat is heel erg dichtbij, meneer de cameraman. Maar ja, dat heb je. Ik heb hier de salade. Pannenkoek! Kom op, papa! Recepten? 3? Wacht even, recepten zeg even. Barbecue-inspiratie, recepten en reportages. Ja. En dosis. Barbecue. Het is ook echt onwijs moeilijke tekst. Ja. Oké. Okay. En actie. Gaat toch niet uit zijn borst? Pannenkoek? Ja. Pannenkoek. Ga je gang. Ja. Ja, deze koolsaadjes die in beeld zijn, wat gaan we daarvan doen? En ben je nog niet geabonneerd, dan kun je kijken, wacht even, op fire-food.nl. Food. Ja. Food met een T? Nee. Dat is een tikfout, hè? Er staat een D. Oh, ik kan het goed lezen. Oké. Ja. Nou, leggen we dit even weg. Ja. Daarachter ligt wel een bakje. Barbara, dit even knippen, Matthijs. Mooi. Nou, Edwin.
weer mooi met je. Nee, jij dan. Ja, okay. Als mensen nog eens wisten, Bastiaan. Nou, dat was dat. Ja. U kunt natuurlijk ook de serieuze films van ons kanaal bekijken. Daar kunt u zich voor abonneren. En we gaan beginnen zo met opname 1 voor vandaag. Dus het wordt wederom erg lekker. En ik hoop zonder bloepers wel. Ja, dat is wel belangrijk dat we dat niet meer doen. Want anders kunnen we gewoon het kanaal vullen met bloepers. Ja. Dit was er al eentje. Wat zeg je? Hey, it's a ride. Hey.